Hoi, Kokkie en Peppie, Peppie en Kokkie, hopla eruit. Allebei opstaan, hey haasje Reppie, Kokkie en Peppie, opstaan luie Peppie. Goed, boy, boy, Kokkie en Peppie, samen ontbijten, Kokkie maakt brood. Peppie een eitje, Kokkie een doppie, maak koppie koppie, tok 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 tok. Goed, boy, boy, Kokkie en Peppie, centjes verdienen, hup naar de bal. Kokkie een schop en Peppie een scheppie, Peppie zegt hoe kom en Kokkie een knal. Boing boing toe toe, Peppie en Kokkie, Peppie en Kokkie, Peppie en Kokkie. Peppie en Kokkie hebben een dagje vakantie genomen om eens fijn te gaan vissen. Na uren aan de waterkant gezeten te hebben, gaan ze een café binnen om iets te drinken. Zo agressief, dat zijn we niet van je gewend. Wil jij het eens proberen? Vraagt een van de mannen aan Peppie. Peppie wil maar al te graag. Opeens weg. Dan zien Peppie en Kokkie de grote plezierboot die gaat afmeren aan de steiger voor het café. Foto maken van het mooie schip. Oei, daar gaat het fototoestel. Kokkie kijkt heel schuldbewust. Het toestel is kapot. Nou kan ik geen foto van die boot meer maken, zegt Peppie spijtig. Kijk, wijst hij, daar staat een echte fotograaf. Laten we vragen of hij van ons een foto wil maken, met het schip erbij. Wilt u er ook een paar op het schip maken, vraagt Peppie. De fotograaf wil dat best. Daar, boven bij de bel, wijst Kokkie. Thank you.
luiden van de bel is voor de kapitein het teken dat de boot moet vertrekken. Kom eraf, roept Peppy. De boot vaart weg. Als Kokkie in de gaten heeft dat het schip inderdaad op het punt staat te vertrekken, klimt hij vlug over de reling. De fotograaf is minder snel, want hij moet eerst zijn spullen pakken. Kokkie is nog net op tijd van boord, maar de fotograaf is daar niet meer in geslaagd. Ga naar mijn fotozaak in de hoofdstraat, roept de fotograaf. De naam is Clip. Nemen jullie zo lang de zaken even waar tot ik terug ben? Nou, u kunt gerust zijn, roepen Peppy en Kokkie terug. Wij regelen de zaak wel. De fotograaf roept nog wat instructies over afspraken die hij gemaakt heeft met klanten en verdwijnt langzaam uit het gezicht. Bij de fotowinkel staat Peppy Kokkie op te wachten. Van de muziekkorps, dat ze zijn gekomen om een foto te laten maken, zoals met meneer Clip was afgesproken. Ja, maar meneer Clip is er niet, zegt Peppy. Maar wij nemen dit karweitje van hem over. Gaat u maar naar binnen toe, dan zullen wij een prachtige foto van het muziekkorps maken. De leden van het korps komen linea recta weer naar buiten. Het fotoatelier is natuurlijk veel te klein voor een heel muziekkorps. Weet je wat, zegt Kokkie? We stellen ze in een lange rij op de straat. Peppy krijgt ze er zo natuurlijk niet allemaal tegelijk op. Thank you.
Zo hebben Peppy en Kokkie dit probleem toch opgelost. De volgende afspraak die de fotograaf in zijn boek had staan, is het maken van foto's bij een brandweeroefening. Nee, het beroep van fotograaf is toch niet zo eenvoudig. Peppy en Kokkie hebben het erg druk in de fotozaak van meneer Klip. Ze doen ook zo hun best, want het is tenslotte hun schuld dat meneer Klip met de boot mee is. Ik zou graag een foto van mezelf laten maken, zegt de dame met een hoed met bloemetjes. Als Peppy en Kokkie even overleg plegen met elkaar, zegt de dame dat ze wel haast heeft, want ze moet met de boot mee. Die hoed is niet zo geschikt voor een foto, zegt Kokkie. Wacht, ik heb iets beters. Mevrouw is echter best tevreden met haar bloemetjeshoed. En het kost Kokkie heel wat moeite om haar over te halen.
Kijkt u eens, zegt Kokkie, wat een plaatje. Hoewel mevrouw nog steeds even nors kijkt, heeft ze geen commentaar. Laat even het achtergrondje zakken, zegt Peppy vakkundig. Allemaal, moppert Peppy. Nou is het hele doek stuk. Hé, mevrouw lacht zo waar. Als ze zover zijn dat de foto gemaakt kan worden, staat mevrouws gezicht weer op 7 dagen slecht weer. Haar aan het lachen te maken, maar zijn moeite is tevergeefs. Nou kan ze wel lachen. Vlug maakt Peppy van de gelegenheid gebruik een foto te maken. Zo, ze staat er tenminste vrolijk op. Zijn mevrouws naam en adres te vragen. Ja, ze had ook zo'n haast om de boot te halen. Vlug gaan Peppy en Kokkie achter haar aan. Onderweg komen ze meneer Klip tegen. Ze vertellen dat de zaken prima zijn gegaan, maar dat ze even achter een dame aan moeten om haar adres te vragen. Thank you.
was nog net op tijd voor de boot. En Peppie en Kokkie konden ook nog net aan boord springen. Het is een vrolijke boel in de grote salon van het schip. De mevrouw kijkt erg verbaasd als de twee fotografen voor haar staan. Ze vertellen haar dat ze vergeten zijn haar naam en adres te vragen. Ze geeft hen haar kaartje waarop haar naam en adres staat. Aangezien het schip vaart en Peppie en Kokkie gedwongen zijn een tochtje mee te maken, maken ze er maar het beste van. Kokkie besluit om het schip eens even te gaan bekijken. Gebleven. Dan krijgt Peppie de schrik van zijn leven. In het water drijft Kokkie's petje. Oh, denkt Peppie vertwijfeld. Kokkie is in het water gevallen. Ik moet hem redden. De drenkeling zelf schrikt nog meer als hij Peppie zo pardoes in het water ziet springen. Gelukkig komt er een boot van de waterpolitie langs die Peppie uit zijn natte positie kan bevrijden. Het petje van Kokkie blijkt een stukje van een rubberbal te zijn. Oh, wat voelt Peppie zich beetgenomen. Als Peppie veilig en wel aan boord is, gaat de politieboot pijlsnel richting dorp. Kokkie komt hijgend van opwinding en van het harde lopen bij meneer Klip aan. Peppie ligt in het water. Hij sprong zomaar ineens overboord. Ik kon er niets meer aan doen. Wilt u alsjeblieft de politie bellen dat ze hem eruit gaan halen? Laat u maar, zegt Kokkie. Hier is al een agent. Ik vertel het hem wel. Kokkie begint zijn verhaal, niet in de gaten hebbende, dat Peppie in levende lijve voor hem staat. Het is een blij weerzien. Oh, wat is dat avontuur weer goed afgelopen.